meeste handelszaken krijg je grote problemen. Ik kan u zeggen, ik had ze moeten meebrengen. Maar wij hebben dus werkelijk klasseurs, zo'n klasseurs, met klachten van de afgelopen, ik zou zeggen, 2, 3 jaar van mensen die constant gedupeerd worden in winkel X, Y, Z. Van begeleiding of informatie is er helemaal geen sprake. Foute informatie, de mensen werkelijk bij de neus nemen. En voel je dat bij de klanten bijvoorbeeld? In de praktijk voel je dat? Ja, ik voel dat wel. Dan ze toch, echt, er moeten toch mensen zijn die bij u komen ja, en zeggen, hé, hey, we hebben daar een hond gekocht, een puppy gekocht, en kijk eens, er scheelt iets aan. Ja, maar ik denk toch van die handelaars, van die handelaars, dat we, er zijn malafide handelaars, dat is een feit dat zeker is. Ja, maar ik denk dat toch een heel klein percentage, ik heb in mijn cliënteel... Dat zou ik niet durven zeggen. Ja, ik heb de handelszaken, de broodfokkers, die puppies met honderden invoeren vanuit de Oostbloklanden, voormalige Oostbloklanden, die daar in abominabele omstandigheden gekweekt worden, waar het enige doel is zo goedkoop mogelijk invoeren, om ze aan een veelvoud te kunnen verkopen. Maar wat is dan de oplossing? Moet je de handel in honden en katten en zo verbieden? Of moet veel meer gecontroleerd worden, aan banden gelegd, zodat de herkomst van de dieren duidelijk is, dat de dieren gesocialiseerd zijn, want er zijn dat een paar supermarkten van dieren, en de dieren zitten daar bijna, bij wijze van spreken, in aquariums. Maar die kleine winkels, meneer Van den Bossen, als het Hoefke, moet die winkel dan verdwijnen of zo? Ik ken het Hoefke nu niet specifiek. Maar feit is wel dat, kijk, een hond is geen voorwerp, is ook geen materiaal of handelswaar. Dat is een levend wezen met noden en met gevoelens. Maar in de winkel is die handelswaar sowieso, hè? In die wel, ja, nu, ik ga niet ontkennen dat er betere zijn en minder goeie en ronduit slechte. Maar feit is toch dat ik pleit ervoor om het verhandelen van honden te beperken, en neem er katten maar bij, te beperken tot de zogenaamde, wat ik noem, de deontologische fokker. Iemand die zich specialiseert in 1, hoogstens 2 rassen. Die niet zomaar om het even welke hond meegeeft, dan om het even wie. Dat zijn degenen die eigenlijk bijzonder selectief zijn. Die, waar je zomaar niet om het meteen een hond mee krijgt. Die inderdaad de mensen uitvraagt, een beeld wil hebben, een goed duidelijk beeld van die mensen. Waarom die wilt u een hond, waarom, hoeveel tijd heeft u? Voilà. Ja. En die ook nog een systeem heeft, een soort controlesysteem zelf. De broodfokkers die tientallen rassen tegelijk aanbieden, met Stafford Spitbulls en alles in kluis. Ik zou de mensen willen aanraden, blijf daar alsjeblieft weg, want de kans dat je bij de neus genomen wordt en bedrogen wordt, is heel groot. Je kan onmogelijk, ik bedoel, ja, zoveel honden met een paar mensen, je kan die onmogelijk gesocialiseerd krijgen. Dat gebeurt dan ook niet. Die mensen besteden daar ook geen tijd aan. Dat komt binnen, dat wordt verkocht, dat komt binnen, dat wordt verkocht. De teven moeten kweken.